We hebben een hele goede chemie en hij is ongelooflijk professioneel en je doet het echt samen. Maar hij is natuurlijk duidelijk in de lead, dus volgens mij so far so good. Welke liedjes moesten er nu echt vanmorgen voorbij komen? Nou ja, ik ben van Avicii, Martin Garrix, Boudewijn de Groot. Ik heb een hele Dire Straits, een hele brede muziekkeuze en ik geloof dat hij wel zich daarin kon vinden. Zou je het nog een keer willen doen, iets dergelijks in de toekomst? Ga je me nou weer uit? Inhoudelijk had ze eigenlijk vanaf het eerste moment dat ze binnenkwam al meteen een heel duidelijke mening over oké, hier wil ik het graag over hebben. Er was vanmorgen een brand in Brazilië in een heel groot museum. Daar wilde ze het absoluut even over hebben. Dus dat kwam meteen ter sprake. En zo heeft ze eigenlijk gaandeweg de hele uitzending wel haar stempel inhoudelijk erop gedrukt. En ik denk dat is ook goed, want ze was natuurlijk de eindredacteur. Hoe lang hebben we nog? Nog 1 minuut. Nu nog 1 minuut? Ja. NPO Radio 5, goedemorgen. Dit is je dag is goed. Inmiddels zijn Prinses Lauwens hier en ik naar buiten gelopen. Een oude Volkswagenbus. Dus de dieren gaan allemaal. Zoals dat ook. Kom maar bij, dat is goed. Prinses Lauwens en ik, Jeroen van Inkom, de week van de alfabetisering voor Lauwens. En ze starten automaat. Leuk dat je was. Ik heb nog een klein cadeautje voor je als bedankje. Dit is mijn tweede boek. Kijk, die, is die titel, heb ik deze gekozen, Verwarring naar vanwege dit programma, deze vanwege uitzending, ja. De duo of niet? Ja, vanwege deze uitzending, ja. Nee, dat is... Woehoe! Ja. 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 Ja.